Oh, Vicky! Oh my god, holy shit! Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival. Mijn naam is Enzo Knol en yes, eindelijk ben ik hier weer. Ik ben er zelf ontzettend blij mee. Hopelijk zijn jullie er ook allemaal blij mee. Het heeft wat lang geduurd, dat klopt inderdaad. Ik had gehoopt dat ik nu ook helemaal klaar zou zijn met de verhuizing. Maar alles eromheen kost gewoon enorm veel tijd. Het hele project van merchandise, voor de mensen die nog niet wisten. Er komen ongelooflijk veel extra vette dingen aan. Sleutelhangers, muismat, petten, onderbroeken, sokken. En nog veel meer, maar dat hou ik nog allemaal even voor. Maar dat ga ik langzamerhand naar buiten brengen. En natuurlijk ga ik nog vette giveaways doen. En ik ga binnenkort ook een hele vette giveaway doen. Heeft iets te maken met... Dus dat wordt ongelooflijk vet. Allemaal leuke dingen voor jullie aan het regelen. En ik zit nu gewoon in mijn nieuwe kantoor. En dit is dan de allereerste aflevering in mijn nieuwe woning. Die probeer ik natuurlijk zo leuk mogelijk te maken. Ik zal jullie alvast exclusief even een kleine soort van tour geven hier. Want de rest krijgt het allemaal te zien in de vlogs. Dit is Dave. Ik hoor ook dat meubilair. En ik heb hier een dikke TV aan de muur hangen. En hier achter mij heb ik wat kastjes. Ik ben zelfs fanmail aan het ophangen daar aan de muur, wat super gaaf is. Ik heb hier naast mij een zitzak en ik ben bang dat ik voor de rest niet zo heel erg veel kan laten zien. Ik ga mijn webcam denk ik eventjes hier zo doen. Hoppakee, dan kunnen jullie mij gewoon goed in de gaten houden. En ik heb er super veel zin in en ik heb geen idee wat mij te wachten staat. Want er is mij verteld, niet alleen door jullie kijkers, maar heb je hem ook gemist, Vicky? Lekker ding. Er is mij verteld door ongelooflijk veel mensen dat het echt goed veranderd is. Dus laten we eens even een kijkje gaan nemen. Oh, een hele mooie prachtige fontein. Hallo, kan ik hier nog iets gaafs doen? Het is gewoon een mooie fontein. Nou, dat is wel cool, want daar had ik het ooit met Sam over. Van, we moeten nog een fontein gaan maken. En ik vraag me echt af wat dit is. Hoezo staan hier zoveel bordjes? Hi Enzo, zoek alle spelfouten. Het zijn er 5. Of 6, misschien 7. Wat? Spelfouten? Oh my god. Oh, Power Knol, dat is 1. Oké, ik heb er 1 gevonden. Eventjes kijken. Oh ja, dat is 2. Dat is 2. Jullie weten dit waarschijnlijk al, of niet? Moet ik op elke muur 1 vinden? Ik zie hier namelijk... Oh, misschien kunnen ze ook een spatie ertussen hebben gedaan. Ik weet trouwens geen eens wie dit heeft gemaakt. Ik zie hier nergens iets. Knolpower. Oh, dan gaan ze vast zo'n letter doen wat er zo erg ergens op... Hier! Dat bedoel ik! Yeah! Dat is de derde. Knolpower. Dit is echt geniaal. Oh mijn god, wat heb ik Minecraft gemist, dames en heren. Knolpower. Wat? Het zijn er 5 of 6, misschien 7, maar ik zie er maar 3. Ik zie er serieus maar 3. Ik ga kijken wie dit heeft gemaakt. Ik ga dat even rondvragen. En dan ga ik samen met die persoon ga ik nog even langs. Kijken of ik het nou goed had dat er 3 spelfouten waren. En als er meer spelfouten zijn, dan zal ik dat vast wel lezen in de reacties. Wat doet deze zombie Pikman hier buiten? Met een stok in je handen, jongeman. Ik dacht, laat ik deze aflevering gewoon lekker in mijn eentje doen, zodat ik samen met jullie even goed kan rondneuzen wat er nou allemaal precies veranderd is. Sam heeft het huis geclaimd. Wow. Haha. Mooie schilderij. En dit is een tv. GG, well played, Sam. Hele mooie tv. Oké, weet je wat? Ik ga Sam gewoon wat geven, alsjeblieft. Hij heeft mij waarschijnlijk ook... Oh shit, mijn zwaard. Die wil ik niet kwijt. Hier, dat bedoel ik. Die zwaard is vet goed. Oh, ja, tuurlijk. Ah, oké, aapstaartjes. Wow, wat heeft hij hier gemaakt? Een fakkel, tuurlijk. Altijd handig, dat licht. Wow. Damn, wow, wat een vette deur. Ik wist helemaal niet dat je die deur kon maken. Holy shit, hij heeft gewoon een dikke kelder gemaakt hier. Oh my god. Ah! Hij heeft gewoon met... Heeft hij gewoon weer van de zeebodem gehaald. Oh, dat moest vast een hele missie geweest zijn.
Of hij heeft gewoon een nieuwe gemaakt. Dat kan natuurlijk ook nog. Oh, wauw. Hij heeft er echt wel iets vets van gemaakt. Holy moly. Dit schilderij is echt gewoon bazig. Oh, mijn god. Oh. Oh. Komt omdat ik zo zenuwachtig ben voor deze aflevering. Sorry Dave. Ja, ze trekt weer een gezicht van Enzo. Moest dat nou weer? Maar ik zou niet Enzo zijn als ik dat niet deed. Ik bedoel, daar moet je me gelijk in geven. Ik ben trouwens nog steeds level 68, dames en heren. Dat is nog steeds van dat ik de Dragon, Ender Dragon, heb verslagen. Hier heb ik ook nog allemaal Endstone. Wat ik kan gebruiken voor hele gave dingen. Ik vraag me af waarom het ijzer niet gehakt is hier. Maar misschien heeft dat een reden. Het is wel heel erg mooi gemined hier, moet ik zeggen. Alleen, waar gaat dit naartoe? Straks staat er aan het einde in één keer een bordje met... Je bent getrold. Dit leidt nergens naartoe. Hier, zelfs Lapis Lazuli hebben ze laten liggen. Hoe kan dat? Welke persoon laat dit liggen? Wie doet dat? Oh, nu ben ik echt heel erg benieuwd. Ja, waarschijnlijk heeft Sam dit allemaal gemined. Laten we eens even kijken. De stenen beginnen te veranderen. Of is dit gewoon een soort van mineplek? What? No freaking way! Hij heeft gewoon een weg gemaakt naar de tempel? Oh my god. Oh, volgens mij was hij dit nog verder aan het bouwen. Oh, Vicky! Oh my god, holy shit! Nee, what the fuck? Oh, Vicky drowned! Nee! Holy shit, fuck jou! Ik heb alles gemist, behalve de eindbaas van die onderwater fucking tempel. Ik heb geen melk bij me of wat dan ook, maar ik hoef niet te minen. Ik was alleen even bang dat ik niet genoeg armor aan zou hebben. Mijn zwaard is bijna kapot, ik wil niet dat hij kapot gaat. Ik ga hem gewoon met een pickaxe kapot slaan. Oh, die heeft 5 attack damage, mijn zwaard 7. Nou, dat moet te doen zijn, toch? Fuck it, ik wil hem doodmaken. Of nee, wacht. Misschien, kleine kans, dat Sam die eindbaas expres in leven heeft gelaten. Hey. Dat zou kunnen, toch? Dat zou kunnen. Dus voordat ik een overhaaste beslissing ga nemen en de eindbaas dood ga maken, laat ik hem gewoon nog even leven en dan, als die wel dood kan, ga ik even aan Sam vragen, dan ga ik hem gewoon... Ja! En dan is hij kapot. Ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer veranderd is in de Minecraft Survival aflevering. Zoals jullie weten heeft Sam de meeste afleveringen opgenomen. Dus echt een hele vette, dikke, niet Piet, maar shout-out naar Sam. En ik heb een hele leuke verrassing voor Sam. Heb ik hem nog geen eens verteld, maar ik heb iets heel erg leuks bedacht. Ik dacht, wat kan ik nou aan Sam geven om gewoon hem te bedanken. Niet alleen in een video van shoutout naar Sam. Niet alleen door zijn YouTube kanaal in de beschrijving te zetten. Maar gewoon een gave manier. Dus daar heb ik iets voor bedacht. Maar dat zullen jullie vanzelf zien. Dit was natuurlijk één huis. Hier is het huis van... Oh, van Quinn. Oh, Salt en Quinn. Wow, kijk hoe slow mijn pickaxe gaat door die eindbaas natuurlijk. Maar Quinn die heeft nog niet echt een aflevering overgenomen. Dus daar is niet zo heel veel aan veranderd. Volgens mij hier aan de farm ook niet zo heel veel. Behalve dat ik hem nu kapot maak. Dus ik ga nog heel even rondneuzen. Volgens mij hebben jullie wel een idee. Wow, wat is hier gebeurd? Hier is iets ontploft. Het politiebureau is nog niet ingericht. Volgens mij was dit het. Het zou best kunnen hoor, ik weet het niet. Ik bedoel, oh nee. Dit is het niet, inderdaad. Ik weet het, kijkers. Dit is niet alles. Ik ga heel even hier naar de overkant. Het is namelijk zo dat... Wie zei dat laat... Ik zie trouwens nu dat de timer vastloopt. What the fuck? Oké, dan moet ik de volgende aflevering even fixen. Volgende aflevering is trouwens met een gast. En misschien is het voor de hand, te voor de hand liggend wie die gast is. Maar dat gaat echt heel erg gaaf worden. Even eens kijken. Ik heb namelijk begrepen van... Iemand die het heeft overgenomen, Minecraft aflevering. Ik weet trouwens niet meer wie dat precies zei. Maar die zei, Kai heeft een huis gebouwd op een eiland. En ik dacht misschien dat het dat eiland was. Maar ik zie daar helemaal niks. Dus dan moet het wel dat eiland verderop zijn aan deze kant. Dat zou maar goed kunnen. Dus laten we daar even een kijkje gaan nemen. Ik zie daar wel allemaal blokken die geplaatst... Kijk! Ja hoor!
Holy shit, hoeveel paarden zijn er ondertussen? Dit is nog steeds een troll die ik had neergezet. Oké, even eens kijken. Dan moet dat huis van Kai zijn, denk ik. Een soort van grote mansion op een berg. Een 5-sterren, niet hotel, maar huis. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik er moet komen. Heeft hij daar wel over nagedacht? Volgens mij heeft hij gewoon maar een huis gebouwd en that's it. Ik ben echt benieuwd of dit gewoon een fucking standaard huis is. Kai's Mansion, bitch, bitch. Oh, hij heeft wel vet... Is er een badge geweest van Minecraft of zo? Dat die deuren zien er super lijp uit. Oké, ik ben echt benieuwd of ik hier getrold word of niet. Oké, nice! En nu is het natuurlijk zo de bedoeling dat ik hier opgesloten zit. Denk ik. Verneem ik. Oké, maar het is in ieder geval een begin, denk ik, van Kai zijn mansion. Volgens mij is er verder niet zo heel erg veel veranderd. En zowel dan zal ik dat samen met de gast die morgen samen met mij de aflevering gaat doen, bespreken en nog even rondlopen. Dames en heren, ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor jullie geduld. En ik wil dus voor de zoveelste keer een shout-out doen naar jullie. Dit is niet de langste aflevering die ik ooit heb opgenomen. Maar zoals jullie misschien wellicht zo net hebben kunnen zien, ik ben nog niet helemaal klaar met het verhuizen. Wel echt bijna. De tv hangt hier aan de muur. De tv op mijn kamer hangt aan de muur. Ik ben hier vette fanarts aan de muur aan het hangen. De kasten worden ingedeeld. Ja, de tafel staat er al heel lang. Maar mijn apparatuur moet nog worden aangesloten. Mijn eigen microfoon, mijn nieuwste microfoon die ik nu heel even in beeld breng, die heb ik nog geen eens kunnen aansluiten. Ik zal je vertellen, hier naast mij bij D staan de naaimachines. De moeder van D is namelijk hier bezig om mijn gordijnen te maken. Dus er wordt echt volop gewerkt. En ook al zien jullie in de vlogs van mij dat ik hele leuke en gave dingen doe, ben ik ook serieus heel veel dingen aan het regelen. Niet alleen voor mijn woning, maar ook voor daarnaast voor jullie. Dus heel erg bedankt nogmaals voor jullie geduld. Ik check jullie morgen bij een gloednieuwe Minecraft aflevering. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Als het goed is, heb ik dan mijn nieuwe microfoon aangesloten. Dus horen jullie een beetje een gavere, epische stem. Epica? Epische stem. Ik heb er heel veel zin in. Bedankt nogmaals. En ik check jullie morgen bij een gloednieuwe aflevering. Om 7 uur. Later!